Groningen heeft al jaren te maken met de gevolgen van de aardbevingen. Maar waar en welke effecten dat precies heeft, dat weten we niet. Er worden wel metingen gedaan, maar die zijn niet inzichtelijk voor de gewone burger. Dat kan en dat moet anders. Open en onafhankelijk. Wat nu nodig is, is dat we met z'n allen die aardbeving gaan meten. Door plaatsen van vele sensoren krijg je een heel gedetailleerd beeld van de effect van de bevingen. Om dit project succesvol te maken, roepen we alle Groningers op om mee te werken. Een grootschalig netwerk van sensoren vormt de basis voor het verzamelen van de gegevens. Om het hele gebied in kaart te kunnen brengen, denken we minstens 10.000 sensoren te moeten plaatsen. Deze sensoren worden hier in ons eigen werkleerbedrijf in elkaar gezet en door onze eigen monteur geplaatst. Bij mij in huis hebben ze een sensor geplaatst en dat ging reuze eenvoudig. In heel Groningen zetten we ook sensoren neer die de vervorming van de bodem kunnen meten. Met deze sensoren kunnen we laten zien wanneer een pand scheurt, verzakt of breekt. Of uw huis op zand, klei of veengrond staat, is van invloed op de schade door bevingen. En daarom belangrijk om te weten. Daarom brengen wij met deze apparatuur de bodem in beeld. Onze app is een makkelijke manier om zelfstandig een aardbeving te meten. We kunnen vrijwel direct de effecten van aardbevingen zien, ook in de dijken. En al deze informatie zal voor iedereen in Groningen beschikbaar worden gemaakt. Kijk, hier kan ik precies zien wat er gebeurt. En op deze manier ben ik van niets en niemand afhankelijk. En met onze slimme software zijn we zelfs in staat om voorspellingen te doen. Slimme en grootschalige data-analyses maken het verschil. Hier in het noorden is bijzonder veel kennis op het gebied van energie, geologie, dataverwerking en sensortechnologie. Zo maken we optimaal gebruik van alle kennis om nu voor eens en voor altijd aan te tonen wat in de Groningse bodem gebeurt. Dus neem ook een sensor. Dan kunnen we betere oplossingen ontwikkelen. Ik ben heel blij dat ik aan dit project mag meedoen. Dat er nou eindelijk eens een onafhankelijke instantie alles gaat meten, wat hier allemaal gebeurt. Wilt u meer informatie? Klik dan hier. Door Groningen, voor Groningen.